De toerismesector maakt zich nu al sterk voor de twee grote beurzen. Die zullen plaatsvinden in respectievelijk Nederland en Duitsland in het begin van 2023. Volgens toerismeminister Albert Jubitana is er afgelopen vrijdag met kopstukken uit de sector gesproken en is meteen een commissie in het leven geroepen om zaken te coördineren. Suriname moet een goede beurt maken, zegt de bewindsman. Suriname beter gaan promoten als toeristische destinatie. We hebben dus gekozen voor natuur en cultuur, nu ook historie erbij. Dat zijn zaken die dus een toerist gaan aantrekken. En hier hebben we vandaag dus ook in detail mogen horen van de sector van ja, maar dit is mijn ervaring op een beurs. Hier kijkt een toerist naar en ik zeg oké, wij moeten dus vanuit de essenties van de toeristen zaken gaan aanpakken. En niet van vanuit onze eigen preferentie. De reden waarom, het moment dat we dat doen, ons gaan inleven in wat een toerist zou moeten aantrekken naar Suriname. Waarvoor komen ze zouden ze naar Suriname moeten komen? Dat we een veel beter concept moeten gaan kunnen ontwikkelen. En dat kan je alleen hand in hand met de sector. Volgens de bewindsman gaat het om een heel intensieve voorbereiding. Hij geeft aan dat de groene Eldorado ook gepromoot zal worden als toeristisch product. De natuurlijke hulpbronnen zullen ooit eens ophouden te bestaan, maar de toeristische plekken die Suriname te bieden heeft, zullen middels een duurzaam beleid blijven voortbestaan. Ik heb het geschetst voor de sector, wat de potentie is. Dit jaar halen we zeer waarschijnlijk, tegen december gaan we dicht bij de 400.000 passagiers eindigen. Als ik uitgaande van de data van luchthavenbeheer geëxtrapoleerd kunnen we dus eindigen op 400.000. Zie daar de helft, 200.000 passagiers die, als je het even zo recht toe recht aan benadert, 200.000 passagiers die richting Suriname komen, maal 800. US dollar, euro, zit je al op 160 miljoen. Laat staan wanneer we dit nu weer gaan werken naar vergroten van eigenlijk onze potentie. Het verbeteren van onze producten, want dat is het ook.